Verslaggever Jan Walen is in Hezen, waar het nieuws hard is aangekomen. Maar we gaan eerst even naar Zeeland. Daar is verslaggever Mark van Dam. Die staat bij Neeltje Jans. Mark, er wordt nu al bijna 2 dagen gezocht. Dat biedt weinig hoop, hè? Ja, als het derde slachtoffer nog in het water zou hebben gelegen, we weten niet waar die is precies, dan is de kans op overleven natuurlijk nihil. Er is de hele dag gezocht met een politiehelikopter, net nog met een vliegtuig van de kustwacht, met boten, met mensen langs de kant, maar het derde slachtoffer is nog niet geborgen. Er is iets ontzettend misgegaan afgelopen zondag of zaterdag. Is al duidelijk hoe dat ongeluk heeft kunnen gebeuren? Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Vermoedelijk is de zeer dichte mist met zicht minder dan 10 meter. En dat is op het water echt heel erg weinig. Is er in die dichte mist echt iets goed misgegaan? De politie houdt het erop dat ze met hun bootje tegen een pijler van de Oosterscheldekering zijn aangevaren. Dat ze daarbij zijn omgeslagen en naar binnen zijn gezogen de Oosterschelde in. Want die Oosterscheldekering, daar staat nogal flink wat stroming. En door dat water zijn ze dan naar binnen gezogen. Het kan ook net even iets anders zijn gegaan. En dat is het relaas van een man die ik vanmorgen gesproken heb, een Belgische sportvisser. En dat is de man die ze waarschijnlijk als allerlaatste gezien heeft. We hebben nog voorgesteld van vaart mee met onze groep. Dan ben je toch net iets veiliger dan dat je alleen waart. Dan heb ik ze nog heel even teruggezien. Dat was tussen 10 en 11 ongeveer. Dan heb ik gezegd tegenin van hankert hier, hier ben je veilig. En dan zijn ze de mist ingegaan en niks meer van vernomen, niks meer van gehoord. Ja, Mark, het is vandaag de hele dag gezocht. Het is nu donker, dat zien we bij jou achter. Wat wordt er nog steeds gezocht? Nee, op dit moment wordt er niet meer gezocht. De donkerte die is ingevallen, die maakt het zoeken vrijwel onmogelijk. De Oosterschelde is een enorme plas en het zoeken naar een lichaam in die grote plas is al moeilijk genoeg. In het donker doen ze dat niet. Morgen bij het eerste daglicht, dan gaat de zoektocht weer verder. Mark van Dam bij Neeltje Jans, dank je wel. Dan naar Hezen, verslaggever Jan Walen. Jan, we weten dat er 2 mannen overleden zijn bij dat ongeval. 1 man vermist. Hoe is dat nieuws in Hezen aangekomen? Ja, dat is een dreun. 10.000 mensen wonen er hier in Hezen. En als er dan van 3 mensen, als we van 2 weten dat ze overleden zijn en de ander spoorloos is, ja, dan komt dat hard aan. Want heel veel mensen kennen natuurlijk de slachtoffers te meer, omdat ze actief waren in het verenigingsleven hier. De een was heel actief bij de tennisvereniging, de ander bij de voetbalclub, bij de Brabantse Dag, bij de hengelsportvereniging. Kortom, het waren bekende mensen hier in de dorpsgemeenschap. Bij het gemeentehuis hangt sinds vandaag de vlag half stok. En als je hier met mensen spreekt, dan merk je, ja, dat het de mensen heel veel doet. Het is een beetje niet te bevatten en iedereen loopt een beetje verdoofd rond van ja, wat is er nou gebeurd. En het zijn natuurlijk ook mensen die behoorlijk actief waren in de samenleving. En dat heeft zijn impact hier. Ja, schok natuurlijk, hè? Vreselijk. Geen woorden voor meneer. Nee, echt niet. Toevallig stond de zoon vorige week zijn gooit zuiver te maken. En toen riep ik nog van, kijk maar uit dat je niet van de ladder afvalt. Ja. Toen maakte hij een of andere grap en toen zijn we doorgelopen. Ja, dus we bespraken elkaar regelmatig, ja. Dat is gewoon heel droevig. Ja. Als je voor je plezier een leuk tochtje gaat maken, lekker gaat vissen en dan krijg je als thuisfront krijg je dit nieuws. Poeh. Het was heel slecht weer, hè? Geen zicht, hè? Maar ja, een ongeluk blijft een ongeluk. Ze gingen vaker. Hè? Want ze gingen vaker. Ja. Ja. Ja, ja dan. Ja. Dan word je er zo vertrouwd in eigenlijk, hè? Ja, het is triest. Het is triest. Ja, dat zijn de reacties op straat in Hezen. Jan, je vraagt je achteraf wel af, was het nou zo verstandig van die mannen om te gaan varen met die dichte mist op de Noordzee?
Ja, die vraag, dat hoorde je net, die stellen mensen zich hier in Hezen ook wel. En ook voor nabestaanden en voor de familie van de vermiste man is het natuurlijk heel ingewikkeld. Wat kan er toch gebeurd zijn? Dat is een vraag die zij ook heel graag beantwoord willen hebben, vertelde de burgemeester die vanmorgen bij die nabestaanden op bezoek is geweest en daar het verdriet heeft gevoeld. En ook de onzekerheid van de familie van de vermiste man met name, waar tegen beter weten in dan toch altijd nog dat sprankje hoop is waarvan we net al hoorden. Ja, dat toch eigenlijk waarschijnlijk niet reëel is. Het waren, dat hoorde de burgemeester toch ook wel, drie heel ervaren sportvissers. Het is niet zo dat het mensen waren die onnodige risico's namen. Integendeel, ze hadden alle drie hun vaarbewijzen gehaald die je ook nodig hebt voor dit soort activiteiten. Ze staan ook alle drie bekend als mensen die zeer zorgvuldig zijn in voorbereidingen, in de apparatuur die ze aan boord hadden enzovoorts. Dus ja, je zou bijna zeggen van hoe kan het hun juist overkomen? Vragen en verdriet hier in Hezen. Vanavond is er hier achter me in het gemeentehuis een gemeenteraadsvergadering en dan zal er een minuut stilte in acht worden genomen vanwege de slachtoffers van dit vissersdrama.